Centenario, hè. Dan is er al op anders. Bah. Bah. Een nieuwe... om te volgen hoe dit... Oh, maar allez, jongens. Hallo, ik ben Guy van BC Signature en welkom bij Raps of the Week. Achter mij staat de Centenario die wij een jaartje geleden gerapt hebben in een speciaal ontwerp. En de klant wil er alweer een nieuw. Ze zijn nu de folie er aan het afhalen en later in deze WOW ga je daar meer van zien. Een C63 staat hier voor een Satin Black kleurverandering. En hier een beetje verder achter mij heb je een Q3 staan die wij in PP-folie aan het behandelen zijn, zodat die beschermd is tegen steenslag. En hier staat een speciaal project voor BE Motors. Een trailer die wij helemaal customized gaan maken en het voertuig dat je gaat trekken komt volgende week ook al binnen. Wij zitten nog 2 dagen deze week op Curbstone, dus alvast blijven volgen en check out Raps of the Week. Wat zijn we aan het doen, Ronnie? Aan het ontstikken. Van? Centenario, hè. Deze goedkope auto kost maar 3 miljoen centjes. We zijn hier op een Curbstone Track and Test Day. Zoals je kan horen, rijden de laatste race cars binnen. Maar op niks. Hey, je moet gewoon wachten en dat ding dat ze naar binnen zijn. Dus, we zijn hier op een Curbstone Track and Test Day. Waar we toch wel enkel ongelooflijke auto's weer al hebben zien knallen op circuit. En één daarvan in deze, de AMG GT Black Series. De nummerplaat zegt het zelf al. 730 pk uit een V8 motor. Ja, het is gewoon een absoluut en compleet beest, zoals het hier staat. Knappe kleurcombinatie in oranje met heel wat carbon. En wij zijn hier om ervoor te zorgen dat zo'n wagens enkel goede herinneringen overhouden aan hun trackday en geen hoop steenslag en krassen. Het event zit erop en vandaag was er nog een speciale editie van de M-League. Eigenaars met een BMW M konden vandaag komen rijden op het circuit. Natuurlijk komt er heel wat rubber aan te pas
En dat halen wij er nu af. Onze Curbstone dag zit er bijna op. De laatste wagen van het M-League event staat hier nog bij. En deze supercar, letterlijk en figuurlijk een M4 GTS, gaat net zoals alle andere deelnemers proper naar huis. Dat was het van op Curbstone. Over naar de shop. Hier staat de Q3 te wachten, blinkend onder een doek, volledig beschermd met X-Pel. We zijn de Satin Dark Grey Wrap op de Q7 gestart. We hebben een herstelling gedaan van onze Satin Silky Black. Blijft natuurlijk een van mijn favoriete kleuren, Satin Silky Black Wrap. De satijnzwarte C63 AMG. Hoe stoer is deze? De spiegeltjes nog doen, nog de koffer. En dan is hij ook helemaal ready with the new look. En dan the beast going van purple naar onder andere satijn wit. So check out the final result een beetje verder in deze wraps of the week.
Deze Mercedes C63 AMG was voorheen in zilvergrijs. We hebben er een heel populaire kleur opgezet, namelijk Satin Black. En nu komen de mooie chroomaccenten die je op de raamlijsten ziet, de dakstijlen en in de velg en vooraan helemaal terug mooi uit. Mooie contrasten, afgewerkt met een coating, dus deze wagen kan er helemaal tegenaan. Yes, hij is helemaal af, de nieuwe look van de Centenario 1 of 20. Het is wel degelijk dezelfde Centenario als degene die we vorige keer gewrapt hebben. Maar de paarse wrap is er volledig af. Hè. Dat was een full color print met een kleurverloop van licht naar donkerpaars en gouden accenten. Hebben we er helemaal afgehaald en nu een volledige nieuwe wrap. Met de voorzijde in 3M Satin White, de dak. In de achterzijde hebben we dan in de Avery Satin Black gedaan. En dan hebben we satijnen Carmine Red accenten gelegd. Daar waar origineel de gele accenten liggen met dan een kleine twist. Want het geel liep helemaal van voor, helemaal tot van achter. Hebben we gewoon een paar accenten gehouden. Dus totaal nieuwe look. Ook achteraan een diffuser. Alle geel en dan achteraf de gouden lijntjes vervangen. Door rode accenten. De achterbumper is in en al carbon, dus daar was buiten de accenten niets aan te rappen. We hebben ook de binnenkanten van de deuren volledig meegedaan, zodat er eigenlijk nergens nog geel te zien is. De wings binnen- en buitenkant, want dat geel reflecteert anders volledig. We hebben dan een satijn zwart accent gelegd op de spiegels. Zeer belangrijk voor deze eigenaar was dat een auto niet volledig uit elkaar gehaald zou worden. Dus de deuren en de deurpanelen zijn er niet af geweest. We hebben alleen de logo's gedemonteerd, de twee wings, de achterklep en de spoiler. Voor de rest is de auto helemaal intact gebleven. Dus uiteraard verder ook geen mechanische problemen. De voorzijde hebben we dan ook nog eens een keramische coating gegeven, zodat het wit mooi wit blijft. En vlot te onderhouden is. Wow, met een prachtig, super agressief eindresultaat. Niet te vergelijken met de vorige wrap. En hij is nu klaar voor de baan op te gaan. Hopelijk zijn er een pak meer car events dit jaar dan tijdens het voorgaande coronajaar, zodat veel meer mensen kunnen genieten van deze toch wel zeer unieke Lamborghini. Ik zei het al, 1 of 20, de allereerste. En er zijn er maar 20 gesloten. En 20 cabrio-versies van en momenteel een marktwaarde van tussen de 2,4 en de 2,8 miljoen euro. Dus blijft natuurlijk uniek dat we een zo'n prachtige auto mogen rappen. We wensen de eigenaar alvast gigantisch veel rijplezier in de nieuwe look. Centenario is buiten in heel plaatsen. Dan hebben we een belletje, zodat je een melding krijgt voor onze volgende...